Welkom allemaal. Harry heeft het al gezegd. Fijn dat we allemaal toch weer zijn om naar Gods woord te luisteren. Want deze wereld die biedt ons van alles, ja, waardoor wij afgeleid kunnen worden van allerlei andere zaken die, waar de mensen allemaal warm voor lopen. En er is niks op tegen, want ik vind het ook leuk voetbal. En wij houden allemaal van voetbal hier. We hebben allemaal gekeken. En ja, je zei het al, Harry, we hebben weer hoop wat dat betreft. Ons kleine landje, ja. Maar inderdaad, het is zo, de hemelse hoop die blijft. En wie weet is de kater aanstaande woensdag wel weer heel groot. We gaan weer naar Gods woord luisteren. En ik heb hier wat, als je het even doorgeven, ik heb wat op papier gezet. Dat gaan we volgen. Ja, degene die kijken hebben dat helaas niet. Ik zal het wel op de site zetten, anders kan je dat een keertje downloaden. De vraag is, het onderwerp is of een gelovige christen dood of levend is. Is die dood of levend? Nou, dan komt de conclusie, hij is dood en levend. Ja, maar dat gaan we dus vandaag zien. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. En daar gaat het om, Vader. Dat is het allerbelangrijkste gebeurtenis in dit leven op aarde, Vader. Dat kruis op Golgotha, waardoor mensen gered kunnen worden van de eeuwige dood, Vader. En u bent voor hun gestorven en opgestaan uit de dood, zodat wij het eeuwig leven konden krijgen. Dank u wel, Vader, dat wij dit offer hebben aanvaard, hebben moeten erkennen dat wij inderdaad het zelf niet kunnen en dat u de Heere bent, Vader. En als wij bij u zijn, Vader, zullen we ook heel graag onze knieën voor u buigen, Vader, want u bent ook de Heer. Vader, wilt u ons licht geven op het woord, en zodat we hier weer dingen mogen leren waardoor wij weer gesterkt mogen worden. Vader, dat alles vandaag. En dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Dus ja, de Bijbel, ik zal hem even pakken. Ik heb alles ook gewoon afgedrukt zoals jullie ziet. Dus we gaan die teksten gewoon even doorlopen. Is een christen dood of leven? De Bijbel gaat, ja, het zijn belangrijke dingen in de wereld, hè? De dood en het leven. Wat heerst in jouw leven? Nou, in dit leven heerst de dood. Maar de genade heerst door rechtvaardigheid, ja, bij ons ook. En God biedt nog steeds zijn verzoening aan in deze wereld. Maar laten we dit even volgen. In Romeinen 6 lezen we dat de gelovigen, ja, of heiligen, want wij zijn heiligen. Gelovig is een beetje een woord, moet je begrijpen wat je bedoelt, hè? Want iedereen die gelooft ergens in. Maar de heiligen, dat zijn degenen die gered zijn door het bloed van het lam. Kijk, in Romeinen 6 lezen we dat wij zowel dood als levend zijn. Romeinen 6 vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent, je bent vrijgesproken van de zonde. De rechtszaak is geweest en dan ga je vrij naar buiten. Je bent vrijgesproken, je bent vrij. Gerechtvaardigd van de zonde. Die gestorven is. Nou, dan spreken we over onszelf, hè? Wij zijn gestorven met Christus. Terwijl we nog leven, toch? Dus in Romeinen 6 vers 13... En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf voor goden, spreekt u ook tegen ons weer, hè? Dat we ons moeten stellen voor God, als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden, goden, tot wapenen der gerechtigheid. Zie je, dus we moeten onszelf stellen voor God als mensen die uit de dood levend geworden zijn. Zie, we hebben dat constant. Dan gaan we die teksten gaan allemaal volgen. Zie je constant het leven en de dood. En dat is ons leven. Ja? Want als je dit zo ziet, je ziet die tegenstelling. Die gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Dus wij zijn gestorven. Maar we zijn ook levend geworden. Ja? Nou, dat zijn twee tegenstellingen toch van elkaar. Dood of levend is tegengesteld. Dus dan gaan we even kijken wat de Heer Jezus bijvoorbeeld daarover zegt. In Johannes 5 vers 25. Wat zegt de Heer Jezus daar? Voorwaar zeg ik u. De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Daarom kan je de Bijbel ook alleen begrijpen. Als je Gods geest hebt natuurlijk. Want we gaan al die teksten doorlopen. Het zijn er al een paar. Dus daarom heb ik ze ook allemaal afgeprint. Of uitgeprint. Maar ja, dat een dode kan horen, sinds wanneer kan een dood mens horen, ja? Nou, we begrijpen wat hij bedoelt, ja? De mensen op deze wereld die in zonde zijn geboren, in Gods ogen zijn ze dood. En er komt een moment dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En weet je wie ze zullen horen?
dat zijn degenen die, de gelovigen. En die zullen leven. Die zullen leven. In Johannes 11, vers 25 en 26. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Ja, Christus is het leven. Hij zal niet zeggen, ik ben de dood en ik ben de opstanding. Nee, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Ja, dat is eigenlijk niet zo gek, hè? Als hij het leven is en je gelooft in hem, dan zal je ook leven. Maar dat betekent dus dat je niet leeft voordat je hem gelooft. Dat is wat hier staat. Dat zegt de Heer Jezus. Al waar hij ook gestorven. En een iegelijk, dus al waar hij ook gestorven, dat zijn degenen die dus in het graf liggen. Die hebben het geloof voordat ze stierven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zie je, het is constant. Het leven, het sterven, het doodgaan. Je ligt in het graf, je bent dood. Of je bent dood en je leeft nog, terwijl je hier op aarde loopt. Zonder Christus, dat is natuurlijk zo, de Bijbel, ja. Zonder Christus en geloof in Christus is ieder persoon dood. Elk mens, en dat weten wij natuurlijk van Paulus uit Efeze, hoe hij dat zegt, dat ieder mens is dood op deze wereld. En we bedoelen daarmee, je hebt een serie, ik kijk het nooit, maar ik zie die titel al staan, Walking Dead, de wandelende doden. En, oh, dat zei die zus van Paula ook een keertje, hè? Wat wij om ons heen zien, dat zijn allemaal wandelende doden. Behalve degene die in Christus zijn. Ja? Maar zo is de situatie. Zonder Christus en zonder het geloof in Christus is ieder persoon dood. En als een dode zondaar Gods woord hoort en Jezus ontvangt door te geloven zijn dood en opstanding, is die levend gemaakt. Dus wat Christus ook zei in die verse daarvoor wat we net lazen. Kijk, in Johannes 5 vers 25 zien we het ook staan. Die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Zie, de Bijbel staat er vol mee met dit soort teksten. Je bent vanuit de dood overgegaan in het leven. Het is duidelijk dat ieder mens die hier op de aarde loopt, ja, is een levende dode. Hij loopt hier rond sinds Adam, maar hij is gedoemd om uiteindelijk ook fysiek te sterven. Dat wil zeggen dat je geest en ziel het lichaam verlaten. Gescheiden van. Dus als iemand sterft, wordt zijn lichaam en ziel gescheiden van zijn lichaam. Nou, wat is met Adam gebeurd? Adam, toen hij de Hof van Heden uitging, toen heeft God zijn gemeenschap met hem verbroken. Moest hij weg, hè? Hij moest weg uit. Hij kon niet meer zomaar voor het aangezicht van God verschijnen zonder offers en dat soort dingen. Dat betekent, toen is Adam ook gestorven. Gescheiden van het gemeenschap van God, van de aangezicht van God. Dat is dood, gescheiden van. En dat is bij iedere nakomeling van Adam is dat het geval. Nou kijk, dus als hij zegt, als je mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, dat is God de Vader, dan heb je het eeuwig leven en dan kom je dus niet in die verdoemenis wat ieder mens wacht. Als je eenmaal werkelijk sterft hier op aarde met zijn lichaam, in de aarde gaat, dan kom je in de verdoemenis. Nou nee, dan is hij uit de dood overgegaan in het leven. Dus je maakt een overstap. Je gaat vanuit de dood het leven in. En als je eenmaal in het leven bent, een gelovige, kan je nooit meer in de dood terug. Want je bent in het leven. Kijk, in Colossenzen 2 vers 13. En hij heeft u, Colossenzen 2 vers 13, zo schrijft Paulus dat op, tegen het leden van het lichaam van Christus. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden. Wij waren dood in de misdaden. En in de voorheid uws vleeses, dus de heiden, was op twee manieren dood. Hij was op, dat is raar hè, maar op twee manieren dood. Dat wil zeggen, als een kind van Adam is die dood, gescheiden van God. Dood in de misdaden, maar ook nog een keer dood in de voorheid uws vleeses. Dat wil zeggen, in verband met de bedeling voor Paulus kwam, was de heiden in hun positie, was Israël, was het volk van God. En de heiden was toen ook zonder God. Zie, op twee manieren waren de heidenen dood. Maar nu, in de bedeling der genade,
de gelovigen, wij waren dus dood in de misdaden, als kinderen van Adam, en in de vooruit des vleeses, God was absoluut niet met de heiden bezig, maar met Israël, nu mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden, uw vergevende. Zie, we waren dus dood op twee manieren en nu zijn wij levend gemaakt. Vanuit de dood overgegaan in het leven. Ook in Efeze 2 vers 5 en 6. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Zie je? Dus wij zijn levend gemaakt met Christus. Ja, dat heeft, God heeft ons mede levend gemaakt met hem. En zie je, we zijn levend gemaakt met Christus. Uit genade zijn gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Zie je, vanuit de dood in het leven. Met alle zegeningen die daar nog bij komen. Want we zijn gezet in de hemel. Dus zoals Christus al in Johannes 5 vers 25 zei. Dat de gelovigen uit de dood zijn overgegaan in het leven. Nou, dan begrijpen wij. Dat is zoals Paulus het ook mooi zegt in 2 Korinthe 5. Daar heeft hij het over nieuw schepsel. Vers 17, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden, dat klopt. Alleen ja, ik heb het wel neergezet, maar wij begrijpen natuurlijk vooral in verband met de bedelingen, dat er is geen verschil meer tussen Jood en Heiden. En we zijn nu een nieuw schepsel in deze bedeling. Dus we zijn niet meer dood in de vooruit van ons vlees, wat Paulus zegt in de Colossense 2. Maar vooral in 1 Korinthe 15 vers 22, dat wij zijn vanuit Adam overgegaan in Christus. En daar draait het gewoon om in deze tijd. En dat zal het straks ook zijn. We zijn op woensdagavond met 2 Petrus bezig. Maar dan gaat het ook. Dan gaat het wel om Israël natuurlijk. Maar goed, zij moeten ook. Zij komen ook uiteindelijk uit Adam vandaan. En zij zullen ook in Christus over moeten gaan. En dat is wat er gebeurt. 1 Korinthe 15, vers 22. Gelijk zij allen in Adam sterven. Iedereen zal in Adam sterven. Kijk, wij zijn dood in hem. Maar we zullen ook zo doodgaan en de verdoemenis in, maar zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hier zie je constant de tegenstelling van het dood zijn en het overgaan in het leven. En je ziet, het is niet door wat ik doe in het leven te gaan, maar het is door wat Christus voor ons gedaan heeft. En wat probeert de mens? Die probeert natuurlijk vanuit Adam, maar hij blijft in Adam, want zonder Christus kom je natuurlijk nooit in het eeuwig leven, want hij is het leven, zegt hij. En alleen door mij krijg je eeuwig leven. Dus hoe wil je ooit, als je in adem bent, door je werken in het eeuwig leven gaan? Dat kan niet. Dat kan niet zonder Christus. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen natuurlijk ook denken en wat Satan ook de mensen probeert wijs te maken. En dat is religie. Die zegt tegen de mens, zeggen we niet, jij bent in adem, maar die zegt tegen mensen die in adem zijn, je moet dat en dat en dat doen. En dan krijg je het eeuwig leven. Maar als je in adem bent, blijf je in adem zonder Christus en krijg je nooit het eeuwig leven. 1 Johannes 3 vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Dat is voor de kleine kudde waar hij dat zegt. Zie je, het is hetzelfde verhaal. Die moet ook in Christus komen. En dat als je in Christus wil zeggen, het is een situatie van de dood of leven. Ik zeg wel eens tegen je, meestal als ik ergens mee spreek en dan praat je over het evangelie. En dan dat zeg ik echt ook wel eens van, nou ja, het is wel een zaak van leven of dood. En dat is het ook. Het is een zaak van leven of dood. In dit leven. En je moet nu kiezen. Nou, in 2 Timotheüs 1 vers 10 spreekt Paulus dus weer dat Christus, die heeft de dood teniet gedaan. Door wat hij aan het kruis gedaan heeft, de dood teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Nou, als je 2 Timotheüs 1 vers 10 leest, dan zie je dat het evangelie wat Paulus verkondigd heeft. Door dat evangelie wordt dat bekendgemaakt. Ja? Hij heeft het leven en wat daaraan gepaard is, de onverderfelijkheid. Dus het verderf is ook weggedaan. En dat heeft Christus gedaan aan het kruis. Hij heeft de dood teniet gedaan. Dus Christus die heeft zijn macht, had macht zijn leven af te leggen in de dood en het weer in de opstanding op te nemen. Dat kennen we. Hè? Christus is opgestaan. Hoe? Wie heeft hem opgewekt? God de Vader heeft hem opgewekt.
De Heilige Geest heeft hem opgewekt. En hoe is het mogelijk? Christus heeft zichzelf opgewekt. Hij had de macht om zijn leven af te leggen, dus dood te gaan. Maar ook weer uit de dood op te staan. Dat is gewoon niet te begrijpen. Johannes 10, vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. Dus hij legt het zelf af. Hij heeft zich wel gevangen laten nemen. Hij ging zelfs naar ze toe, ja. Maar het is allemaal gebeurd omdat Christus zelf die weg ging. Want als hij die gewild had, was het gewoon niet gebeurd. Maar hij heeft ook op een moment gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wie kan dat? Niemand. Christus kon dat. Opdat ik hetzelfde wederom nemen. Ja? Ik leg mijn leven af, opdat ik hetzelfde wederom neem. Hij legt het leven af om het daarna ook weer op te nemen. Niemand neemt hetzelfde van mij. Zie je dat? Niemand kan het van hem afnemen. Ze dachten hem gekruisigd, ze hebben hem gekruisigd en ze dachten van hem af te zijn. Maar het is allemaal gebeurd volgens het plan en de raad van God. Dat het zo moest gebeuren. Maar niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Hij heeft macht om... Ja, God kan natuurlijk niet sterven. God is eeuwig leven, is leven, ja. Maar in de gedaante van de mens, daarna moest hij gelijk aan ons wonen, was hij in staat om wel te sterven. Hoe moeilijk het ook is om te begrijpen, je moet het gewoon geloven. Maar hij had wel de macht ook om het leven af te leggen en ook weer uit dat leven op te staan. Om dat leven weer wederom te nemen. Wie kan dat? Niemand. Alleen de Zoon van God. Dus in dit werk van de dood en de opstanding uit de dood, vestigt de Heer Jezus de wet van de geest des levens, dat de gelovigen vrijmaakt van de wet van zonde en dood. Inderdaad. Voordat de Heer Jezus Christus kwam, iedereen viel natuurlijk onder de wet van zonde en dood. Wat is het loon van de zonde? Vaste regel toch? Zonde brengt alleen maar dood voort, verderf voort. Deze wereld wat je om je heen ziet, het brengt alleen maar dood en verderf voort. Alles wat uit de mens, wat uit de zonde voortkomt. En ik moet zeggen, ik heb een goede jeugd gehad. Ik ben christelijk opgevoed. En, maar je weet ook allemaal, als je in de wereld rondkijkt, er zijn gebieden. Dat is, de zon is overal. Hè? Ik bedoel, hier natuurlijk ook. Je hebt de menselijke goede werken, je hebt de menselijke kwade werken. Ze zijn allemaal even slecht. Maar je weet zelf wel wat er in deze wereld gebeurt. Er zijn dingen die je nog steeds wel eens hoort. Dat je denkt, dat had ik niet eens bedacht dat zoiets zou bestaan. Zo erg, zo vreselijk. De zonde is tot alles in staat. Tot alles. De meest vreselijkste dingen. En dat brengt altijd dood en verderf voor. Dat is de vaste regel van een wet. Wat is een regel? Een wet is gewoon een vaste regel. Een regel die altijd geldt. Je weet zeker, de wet van de zwaartekracht is, als ik dit omhoog gooi, dan valt hij altijd naar beneden. Er is al nooit een situatie, ja, of ik moet in de ruimte zijn. Ja, dan, maar dan, daar gelden weer andere wetten, andere regels. Daar weet je, gooi ik dat in de ruimte, dan weet ik, dan blijft het maar doorgaan. Blijft hij maar doorgaan. Dat is de wet in de ruimte. Maar op de wet op aarde hebben we te maken met de wet van de zwaartekracht. Nou, dat is dus een vaste regel die altijd geldt. Net zoals 1 plus 1 altijd 2 is. Nou, dat is als een mens op aarde leeft, die valt die onder die wet. En die is gebroken doordat Christus aan het kruis stierf. Hij heeft het gemogen gemaakt. En toen kwamen wij onder de wet van de geest des levens. De wet, welke wet is dat? Onder welke regel vallen wij nu? Tenminste, wij kunnen daarvoor. Hij heeft het mogelijk gemaakt, hè? Want Romeinen 8, waar die tekst uit komt, hier, vers 2... Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet des zonden en des doods. Misschien moeten we even naar Romein 8 even. Bij de Romein 8 vers 1. Ik kreeg het net precies op één blaadje, dus ik heb een beetje in moeten kort hier en daar. Want ik kreeg het er niet op. Romein 8. Wat is de context van Romein 8 in het begin? Romein 7. Romeinen 6 is de conclusie al, ik ben vrij van de wet, van de zonde. Maar je moet ook weten dat je vrij van de wet bent.
En Paulus die heeft dat moeten ervaren, dat ja, door de wethouder, dat werd het alleen maar erger. En dan eindigt hij in Romeinen 6, 7 vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dat lichaam deze dood? Want dit lichaam veroorzaakt alle ellende, de zonde die nog in mij is. Nou, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan, ik dien zelf wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Dus hoe ga ik God nou dienen? Met mijn gemoed. En wat? De wet Gods, zie je dat? En welke wet is dat dan? Nou, kijk in vers 8, zij zegt, dat gaat over onze wandel. Want in Romeinen 7 gaat in feite ook God, Paulus die wil voor de Heer leven, wil hem dienen. Dat gaat over je wandel. En dan komt erachter, onder de wet lukt dat niet. Maar nu begrijpt hij, wacht eventjes. Er is geen verdoemenis, hè, of geen veroordeling voor degene, dus dat God, de dingen die hij doet, dat die voor God niet welbehagelijk zijn. Alles wat jij doet wat niet voor God welbehagelijk is, wat is dat? Dat is verdoemelijk. Dat verdoemt hij gewoon. Dat kan gewoon van hem niet bestaan. Het moeten werken zijn die in God gedaan zijn. In Christus gedaan. Efeze 7:10. Nou, dus er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar wanneer is dat? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zie je dat? Dus als je naar de geest wandelt. Dus laat ons door de geest wandelen, zegt Paulus in Galaten 2. Dan zullen de dingen die je doet voor God ook niet verdoemd worden. Maar dan zullen ze juist, om zo maar te zeggen, voor hem wel behagelijk zijn. Omdat ze in hem gedaan zijn. Maar dan moet je niet onder de wet gaan leven. Nou, hoe dan wel? Nou, en dan zie je, dat heeft te maken met de geest. En dan, wij zijn dus overgeplaatst van Adam in Christus. Wij waren onder de wet van de zonde en des doods. En let op, hè, in onze wandel vallen wij natuurlijk nog steeds daaronder, ja. En dat Paulus spreekt hier ook over. Maar we hebben ook de keus om onder de wet van de geest, van het leven, in Christus Jezus te zijn. Wat is de wet van de geest? Dat is het leven in Christus Jezus. Dus mijn leven in Christus Jezus, als ik mij voeg dus onder de wet van de geest. En wanneer ben ik onder de wet van de geest? Nou, dat is natuurlijk het God. Precies. Gods woord rechtgesneden, het evangelie van Gods genade. En dan val ik onder die wet van de geest van het leven in Christus Jezus. En dat is niet als ik onder de evangelie ga leven. Dan gaat dat, dan krijg ik het andersom juist. Dan kom ik juist onder de wet. Want dan ben ik onder de wet en dan val ik weer onder de wet van de zonde en des doods. Daarom zegt hij ook in Romeinen 8 vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Geestelijk. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doods, zo zult gij leven. Zie je, dat gaat over onze wandel. Heb je het ook over de dood en over het leven weer. Daar hebben wij constant mee te maken. Nou, in Romeinen 8 vers. Dus die wet, hè. Dus Christus heeft dat. Door zijn dood en opstanding heeft de Heer Jezus dus de wet van de geest des levens. Dat de gelovigen vrijmaakt van de wet van de zon en dood heeft hij daardoor geïntroduceerd, om het zo maar te zeggen. Want kijk, in vers 3 verklaart hij het ook. Hetgeen der wet onmogelijk was. Wat was onmogelijk voor de wet? Nou, kijk in Romeinen 7, het dienen van God. Dat is onmogelijk. Omdat, waarom? Omdat zij door het vlees krachteloos was. En daarom riep Paulus ook, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dat lichaam? Deze is doods. Want dat lichaam is zwak. Het is heel krachtig, maar het is krachteloos als het gaat om God te dienen. En daarom heeft God zijn zoon zendende, zie je het? In gelijkheid van het zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zal worden in ons. Wij kunnen nu, wat is het recht der wet? Dat je gerechtig gaat wandelen. Welbehagelijk voor God wandelen. Dat is het recht van de wet. Dat wil de wet. Dan gaan wij recht wandelen. Dus niet kronkelend, recht. We hebben het over de rechtbank. We hebben het over gerechtigheid. Al dat soort dingen. Je zit allemaal het woordje recht in. Wij zeggen wel eens, ja, je hebt gelijk. Maar als ik met een Zuid-Afrikaan spreek, die zegt, dat is recht. Dat is recht. Ja, klopt. Dat is hetzelfde. Er zit het woordje recht in. Nou, opdat het recht de wet vervuld zal worden in ons. Zie je het? In ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is de wet van de geest des levens. Ik zeg het maar even zo op mijn eigen manier. Dat is de wet van de geest. Wat is dat? Van het leven in Christus Jezus.
En dat heeft Christus, hè, hij noemt dat ook zijn doop, zijn dood. Hè? Hoe noemde je dat in Lucas 12, vers 50? Ik moet met een doop gedoopt worden. En nu word ik geperst doordat het volbracht zijn. Nou, Christus was al gedoopt. En waarom zeg ik dat hier? Nou, Christus, hij moest met een doop gedoopt worden. Dat is zijn dood aan het kruis, ja? En hij werd geperst totdat het volbracht zijn. Inderdaad, ja? Het is volbracht, zei hij. Hij heeft die strijd gestreden. Een enorme strijd daar aan het kruis heeft hij daar gestreden en geleden. Maar het is volbracht, ja? Hij is gegaan die weg naar het kruis. En dat noemt hij de doop. En wij spreken over de doop in zijn dood, dat weten we. En dat is ook, kijk, toen de gelovige Christus als zijn verlosser aannam, hè, is deze goddelijke wet waar ik het net over had, die wet van de geest van het leven in Christus Jezus, is op dat moment in mij in werking getreden. Maar let op, hè, we zeiden het net al, moet je wel onder het juiste evangelie. En dat betekent, als Paulus spreekt over de wet, dan spreek je niet over het evangelie van Gods genade. Dus dat is het moment dat het geloof wordt gedoopt in de dood van Christus en in zijn opstanding. Nou, dat weten we van ons. Ja, de een weet het misschien wel van zichzelf, de ander niet. Een tijdje geleden ben ik natuurlijk zelf getuige van geweest toen met Barry. Ja? Dan zie je op dat moment, je vertelt dat hij geloof, ja, dat geloof ik. Op dat moment werd hij gedoopt in de dood van Christus. Je ziet het niet en toch heb ik het gezien. Want hij zei ja en hij geloofde het. Dus ja, dat dopen met water daarna, nee, hij is gedoopt. Je bent gedoopt op dat moment als je dat gelooft in zijn dood aan het kruis. En in zijn opstanding, want Colossense 2 vers 12, want het onderwerp is de dood en het leven. Wat zijn wij? Natuurlijk, we zeggen allemaal we zijn levend in Christus, ja? Nou hier, Colossense 2 vers 12, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Wij zijn dus met hem begraven in die doop. He? Nou, wat is dat? De doop in zijn dood. Wij geloven in een geestelijke doop. Een doop door de geest. Een geest die heeft mij uit Adam. De geest kwam in mij wonen. En toen ik in Adam was, geloofde ik. En toen kwam de geest op dat moment in mijn wonen. En in dat, in die korte, ja, hoe noem je dat? Een split second, hè? Ben ik in Christus gezet? Heeft hij mij gedoopt? Het is een hele snelle doop eigenlijk. Geen voorbereiding. Ja? Het is een hele snelle doop. Je gelooft het. Op dat moment ben je gelijk gedoopt. Ben je gelijk in adem overgezet. Het is een wonder gewoon. En dat komt door ook, zie je, wij zijn ook met hem opgewekt door het geloof in de werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. De werking van God, ja, die heeft... God heeft Christus uit de dood opgewekt. Als je niet gelooft in opstanding, kan je ook niet zalig worden. Dat kan gewoon niet. Nou, Romeinen 6, vers 3 en 4, dat is natuurlijk het hart van ons geloof. En ons geestelijk leven, zou ik zeggen. Je moet, als je geestelijk wil leven, voor de Heer wil leven en de zonde wil overwinnen in je leven en welbehagen voor God wil wandelen, nou, dan moet je in staat gesteld worden daartoe. Dat kunnen wij niet, ja. En dan moet je begrijpen dat je bent vrij van de zonde. En dat kan je alleen maar als je begrijpt wat de doop in zijn dood is. En dat is een doop in zijn dood. Dus wij moeten... Kijk, wanneer ben je nou vrij van de zonde? Wanneer ben je vrij van, van de doodstraf? Dat weten we. Als die doodstraf ook uitgevoerd is. Dan is de straf betaald. Dat is de hoogste... autoriteit die een mens heeft over andermans leven, dat jij iemand, nou ja, tenminste waar het dan nog geldt, dat je iemands leven kan nemen als vergelding voor wat hij gedaan heeft. Nou, simpel verhaal toch? Dan heeft hij de ultieme prijs betaald. Dus als hij uit die dood kon opstaan, dan zou niemand hem wat kunnen doen. Want hij heeft de straf ontvangen. Nou, wij weten, wij kunnen, dus gelukkig heeft God zijn zoon gezonden. Want wij kunnen uit onszelf niet opstaan. En daarom, zijn zoon heeft dat voor mij gedaan, waardoor ik nu vrij uit kan gaan. En het is een geestelijk iets. 2000 jaar geleden in Christus daar aan het kruis. Want nog steeds kan ieder mens, door die gebeurtenis daar, kan hij overgezet worden uit de dood in het leven. 2000 jaar geleden gebeurd. En voor ieder mens, ik sta wel eens van te kijken, dan loop je overal rond en dan zie je al die mensenmassa's.
En denk je, ieder mens, voor ieder mens, ieder kent die. Ieder mens die tot hem praat, daar kan hij naar luisteren. En ieder mens kan die redden. En wil die ook redden. En ieder mens kan het gewoon krijgen. Zo simpel is het. Door dat ene gebeurtenis daar op Golgotha. En Paulus zegt daarom ook, wij moeten dat weten. In Romeinen 6, vers 3 en 4. Of weet gij niet dat zovelen als zij in Christus Jezus gedoopt zijn, in hem gedoopt, ziet. Ik ben gedoopt. Ben je gedoopt? Ja, ik ben gedoopt. Waar? Door wie? Nou, ik ben in Christus Jezus gedoopt. Wij in zijn dood gedoopt zijn. Als je het zo leest en je hebt geen bagage, en je weet niks van waterdoop en al dat soort dingen, je laat het gewoon helemaal onbevangen. Je hebt nooit ergens wat van gehoord. Dat stel ik me wel eens zo voor, hè? Iemand die niet uit een christelijke traditie komt. Gewoon iemand weet, ik wil van vandaan, nog nooit van de Bijbel. En die leest dit gewoon. Dan zou die toch niet bij water gaan denken. Want hij zegt er namelijk achter. Als ik in Christus Jezus gedoopt ben, dan ben ik in zijn dood gedoopt. Er staat niet als ik in water gedoopt ben. Nee, je kan veel dingen dopen. Je kan ook in water dopen. Je kan, in de Bijbel leest hij ook over in bloed dopen. Je kan ook in Coca-Cola dopen. Je kan in van alles kan je dopen, ja? Maar wacht even. Nee, in Christus Jezus. En daar staat geen water bij. Kijk, en dan zijn wij in zijn... Want als ik in Christus Jezus gedoopt ben, dan heeft hij het over Christus zijn dood aan het kruis. Want het staat er ook achter. Dan ben ik in zijn dood gedoopt. Vereenzeld, één gemaakt. Wij zijn dan, dat woordje dan, dat verwijst dus naar vers 4. Zeg ik het goed? Nee, vers 3. Er staat een viertje voor hier, zie ik, maar dat moet natuurlijk 3 zijn. Of weet gij niet. Wij zijn dan, dus hij legt dat dan ook uit, ja, dat is de reden. Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, met de bedoeling dat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wil jij wandelen voor de Heere? Dan kan dat alleen, dan moet dat in een nieuwheid des levens. Dat kan niet in je positie dat de mens in adem is. En dat is wat religie wil. Maar wil je voor de Heer kunnen leven, dan moet dat in nieuwheid des levens. Niet in adem, dan moet dat in Christus zijn. En je komt in Christus als je in zijn dood gedoopt bent. Met hem begraven door de doop in de dood. In Christus gedoopt zijn wij in zijn dood gedoopt. En dat is de begrafenis en dat noemt hij de doop in de dood. Dus ik ben gestorven en daarom kan ik zeggen, hey, wat zijn christenen, dood of levend? Dood en levend. Je kent toch die posters van Amerika? Dead or alive. Dood of levend. Zo moeten wij niet denken. Wij moeten denken aan dood en levend. Zie je het? Kijk, dan kunnen wij ook in de nieuwheid des levens wandelen. En dat zal je nooit lukken als jij die doop gaat versymboliseren met water. Het moet echt zijn. Je moet echt, iedere gelovige, als hij de Bijbel leest, weet ik ben met hem gestorven en begraven en opgestaan. Dat hoop ik. Dat kan niet anders, anders ben je niet gered. Hij gelooft, hij is voor mijn zonde gestorven en hij is voor mij opgestaan, ja. Maar de doop is een dood. Als je dat begrijpt, dan begrijp je echt de samensmelting met hem. Hè? Dat een geestelijke gebeurtenis en dat jij werkelijk daar zo gehangen hebt met Christus. Want hij is mijn dood gestorven. Dus als je dat kruis ziet, dan zeg je, hij hing daar, maar ik hing daar. Maar hij heeft het gelukkig gedaan voor mij. En nu kan ik in de nieuwheid van het leven wandelen. Dat moet ook, want anders kan ik dus niet voor hem wandelen. Romeinen 6 is natuurlijk de leer over het kruis dat wij met hem gestorven zijn. Maar het is ook de leer over onze heiliging. Hoe jij heilig kan leven, dan moet je dit weten. Hoe jij heilig kan, nieuwheid is leven, wandelen, hoe jij je wandel voor de Heer wel behagelijk kan zijn. Op hetzelfde moment dat de dood en begrafenis van de dode gelovigen plaatsvindt, zijn opstanding en verhoging, de verheerlijking en de hemelvaart vindt dan ook plaats. Dus als ik geloof en dan ben ik met hem gestorven en begraven, maar ik ben dan ook opgestaan, ik ben verheerlijkt,
Maar ik ben ook reeds naar de hemel gevaren. Christus ging naar de hemel, maar ik ben ook reeds in de hemel. En dat zegt in Efeze 2 ook. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. En hoe? In Christus Jezus. Indien gij dan, Colossenzen 3 vers 1, met Christus opgewekt zijt, en dat zijn wij. Het is de voorwaarde. En Paulus zegt dat juist tegen hun, omdat zij zijn dat. Juist omdat je met Christus opgewekt bent, zie je, bent, dan moet je ook de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus zit, is, zittende aan de rechterhand Gods. En in het tweede gedeelte komen we zo meteen nog op terug, kom ik daar nou op terug, aan de orde, dat jouw denken moet hemels zijn en niet aards. Wil jij de Heere, voor de Heere willen leven? Ja? Ik weet ook, we hebben natuurlijk met de aarde te maken. Tuurlijk, dat is ook logisch, want ik ben nog op deze wereld. Maar met Christus opgewekt zijn, dat betekent ik ben in Christus, ik ben reeds in de hemel gezet. Dus ik val ook onder de hemelse regels, dat is het genade-evangelie en de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. En hij zit daar, dus ik moet ook dan daar mijn gedachten op focussen. De dingen die boven zijn. En daar zit Christus namelijk, aan de rechterhand van God. Dus ja, ik heb hier gezet, levende heiligen kunnen met Paulus zeggen. Wij zijn levende heiligen. We zijn toch levend? Ja, we zijn levend. Heiligen die levend zijn. De wereld denkt dat heiligen dood zijn. En die zijn er ook natuurlijk. Maar dan bedoelen wij diegenen die bij de Heer zijn. Maar niet wat de katholieke kerk leert over heiligen. Nee, wij kunnen met Paulus zeggen, heel vreemd. Ik ben met, tenminste vreemd, heel mooi, maar ik ben met Christus gekruisigd. Dus ik ben gestorven. En ik leef. Dus ik ben dood en ik ben levend. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik heb die oude mens, die leeft nog steeds. Maar wat is mijn leven nu? Ik leef nu, ik ben gestorven met Christus en ik ben opgestaan. Dus ik leef. Iedereen die Christus niet kent, die leeft ook nog steeds. Toch? Dat staat er ook achter. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Ik leef nog in het vlees. Maar dat vlees, dat weten we, dat gaat een keer weg. De gelovige, die kan zeggen, ik ben wel gestorven en ik leef. Maar dat is het leven van Christus in mij. Want dat leven blijft namelijk, dus ik ga wel dood, maar ik blijf gewoon leven. Want ik heb het leven van Christus in mij. Dus ik word niet gescheiden van God meer. Een ongelovige leeft gescheiden van God. En hij blijft ook gescheiden van God. In dat vlees waarin hij leeft. En dat is het verschil tussen de gelovigen en ongelovigen. De doden, de wandelende doden. En de wandelende gelovige heiligen die levend zijn. Dus hij zegt, Christus leeft in mij. Als Christus niet in mij zou leven, en wij weten, we zijn verzegeld door de Heilige Geest, blijvend. Ja, je zou kunnen zeggen, als Christus zou sterven, dan zou ik ook sterven. Ja, zo één zijn wij met hem. Maar wat ik nu in het vlees leef, in dit lichaam, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dus hoe laat ik nu mijn leven in dit lichaam, wat natuurlijk wel gaat sterven, mijn leven leiden? Hoe ga ik mijn lichaam nu besturen? Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Zijn geloof. Ik heb geloofd in hem. Het is uit geloof tot geloof, toch? Mijn geloof in zijn geloof. En zijn geloof is geopenbaard aan de apostel Paulus voor ons in deze bedeling der genade. Zo leef ik nu. Zie je, dat is mijn praktische leven. Dus zie je het? Dus ik heb een leven. Ik ben dood. Ik ben met Christus gestorven. Dat is mijn positie. En ik leef. Dus ik ben dood. Ja, met hem gestorven voor de zonde. En tegelijkertijd leef ik. Ik heb eeuwig leven. Maar nu leef ik nog steeds in dit lichaam. En ik leef in dat vlees wat eenmaal gaat sterven. Dat zondige lichaam. Maar omdat in dat vlees te leven. Niet door het vlees. Maar opdat ik niet door het vlees ga leven. Ja, moet ik het geloof van de Zoon van God hebben. Die in mijn lief God heeft zichzelf voor mij heeft overgegeven. Is gestorven aan het kruis. Dus essentieel voor mij is om in dat vlees wat ik nu heb, het geloof van de Zoon van God te hebben, om in het dagelijks leven in dat zondige vlees te kunnen leven. Levende heiligen horen daarom ook voortaan te leven voor hem die voor hun
gestorven en een opgewekt is. Dat is de tekst uit 2 Korinthe 5 vers 15. Als die dit oordelen, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Ja, als je zegt, ik ben voor iedereen gestorven, dat was nodig, dat betekent dus dat iedereen ook gestorven is. Dan is iedereen dood, iedereen Adam. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus Christus is voor iedereen gestorven. Die krijg je ook met de uitverkiezingen allemaal, dat zijn alweer de uitverkorenen en zo. Nee, allen is gewoon allen. Iedereen in Adam. En voor iedereen, opdat degene, dus met de bedoeling dat degene die leven, dan komt het, degene die dus met Christus zijn, met hem gestorven, maar ook begraven en opgestaan zijn, die levend zijn, zoals Galaten 2 vers 20 leert, dat die zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Ik leef. Ik heb het leven van Christus in mij. Dus iedereen, hij is gestorven voor iedereen, omdat iedereen die leeft, dat is degene die zich heeft laten verlossen door het bloed van Christus, dat jij niet meer vanaf dat moment voor jezelf gaat leven, dat is, dan ga je weer in Adam leven. Maar voor degene die voor jou gestorven en opgewekt is. Dus als wij zijn levende heiligen, we zijn gezeten in de hemel. En Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 1 ook, als gij dan met Christus opgewekt zijt, dat heb ik net al gelezen, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Maar dan bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Waarom? Nou, Galaten 5 vers 20, 24, die van Christus zijn, ik ben van Christus, wat is er dan gebeurd, mijn positie weer, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Het vlees kan alleen maar aardse genoegens, zondige begeerlijkheden voortbrengen. Nou, dat is gekruisigd, dat moet ik begrijpen, dat moet ik weten, ik ben van Christus, dat is mijn positie, dus mijn positie is, mijn vlees is ook gekruisigd. En dan moet je ook zo jezelf zo zien. Dus dat je het nooit in je vlees gaat doen, van het vlees gaat verwachten, maar door de geest. Galaten 6 vers 14, het zei verder van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Dus ik ben dood voor de wereld en de wereld is dood voor mij. Dus wat moet een gelovige doen? Hij bedenkt de dingen die boven zijn. Dan moet hij ze ook zoeken. Het komt niet op je aanwaaien. Daarna, je moet de Bijbel lezen. En zoek de dingen die boven zijn, de oplossing in je leven, daar je antwoorden weten te vinden. En het roem is in het kruis van Christus. Want daar, dus ik ben, voor de wereld ben ik dood. De wereld is voor mij gekruisigd en ik de wereld. Dus je ziet hier mijn positie. Ik ben dood. Voor de wereld. Ik ben dood voor de zonde. Colossenzen 3 vers 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Zie, ik ben dood. En mijn leven is met Christus verborgen in met God. Ik ben gestorven. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, ik ben gestorven met Christus. Ik ben gestorven voor de zonde. Ja, niet ik. Hij heeft het voor mij gedaan. En nu is mijn leven met Christus verborgen in God. Zie je, dood en leven. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is. Hij is mijn leven. En ja, als je in de wereld kijkt, we hebben het net over de voetbal gehad. Ja, voor de een is het leven zijn hobby, en de ander is het leven zijn werk, is het voetbal. En dan gaat het tijdje door. Maar het zijn allemaal eindige dingen. Ja? Het heeft allemaal zijn eind. Het ware leven is het eeuwig leven. En Christus is mijn leven. Paulus zegt ook, wat ik kiezen zal, weet ik niet. Maar het leven is mijn Christus. En de sterven gewin. Nou, dus de conclusie is hier, wij heiligen, wij die levend zijn, wij moeten onszelf dood en levend rekenen in onze wandel. Want wij zijn dood en levend, maar als we met onze wandel te maken krijgen, dan moet je begrijpen, Romeinen 6 vers 11. Alzo ook gij lieden,
houd het daarvoor dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar Gode leeft in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 6 is zo'n belangrijk hoofdstuk in je dagelijks leven dat je begrijpt, oké, ik zondig nog wel, natuurlijk. Maar hoe ziet God mij? Ik ben voor God, ben ik levend in Christus Jezus onze Heer. Waarom ben ik levend voor God? Omdat ik ben in Christus Jezus onze Heer. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus, ja, heeft mij vrijgemaakt. Qua positie ben ik vrijgemaakt van het loon van de zonde. Ben ik vrijgemaakt van de wet van de zonde en des doods. Paulus zegt, laat u geen juk opleggen, je bent vrij. Als je daar goed over nadenkt, elke keer weer, dat je begrijpt, zijn liefde voor God. God, hij ziet mij altijd in Christus. Ik ben voor hem levend, al zou ik... Ik zeg weer niet, je moet het doen, niet doen. Maar wat er ook gebeurt in mijn leven. Wat er ook gebeurt, wat ik ook doe. Voor hem blijf ik altijd levend. Omdat ik in Christus Jezus ben. Dus ik moet mij ook altijd daarvoor houden. In situaties waarin ik kom. Dat de zonde, dat ik in de zonde vervallen ben. Want ik zou niet willen zeggen, ik leef niet in zonde. Maar dat ik nooit zondig. En wie zal dat hier zeggen dat hij dat... nooit doen. Er zijn mensen die dat soms zeggen. Ik spreek ze soms wel eens die dat zeggen. Maar dat is niet zo. Maar dat je begrijpt, hé, wacht eventjes. Daarom begrijp je, die doop in zijn dood is zo belangrijk. Dus ik ga het nu daarvoor houden, omdat de ervaring voor mij in mijn dagelijks leven is wel eens anders. Ja? En dan denk je, ja, wie ben ik nou? En wat zal God nou van mij vinden? Ik heb weer gefaald. Dat is denken onder de wet. Dus dan moet ik het weer opnieuw proberen om weer bij God in een goed daglicht te komen staan. Dat hij mij weer gaat zien als levend. Hè? Maar dat hoef je niet te doen. En dat geeft zoveel rust en vrede. Omdat je weet, ik ben levend voor God. Te alle tijden, omdat ik in Christus ben. Er is geen veilige plek, zoals Colossenzen ook zegt. Want mijn leven is verborgen met Christus in God. Ik ben geaccepteerd, ik ben begenadigd in de geliefde. En daarvoor je dagelijks leven houdt het daarom voor dat je voor die zonde dood bent. Nou, dat is een geweldige positie. En daarom het eind ook is, het gaat niet om of wij zijn niet dood of levend. Want dat is ook wat je, als ik nog aan mezelf denk in mijn verleden. Hè, zeker als ongelovige nog, ik was wel een christen. En dan probeerde je toch elke keer weer levend voor God te zijn. Maar het was altijd, dan was het weer fout. Dan was ik weer dood in feite. En dan was ik weer veroordeeld door hem. En toen ik tot geloof kwam, ik ben gered, ik was blij. Maar in mijn dagelijks leven kreeg ik ook weer hiermee te maken. Ja, dat je toch weer onder de regels van de wet. En dan ging je, dan struikelde je, viel je weer. En dan zag je in God, God was dan ergens daar. En dat je dacht, ik moet weer voor hem weer acceptabel worden. Maar dat is het niet. Dat is altijd, het is dood of leven. Maar wij zeggen, ik ben dood en ik ben levend. En ik moet het ook daarvoor houden. Alleen waar ben ik dood voor? Niet voor God. Ik ben dood voor de zonde en ik ben levend voor God. In Christus Jezus onze Heer. Nou, dat is toch een geweldige boodschap. Ja? Dus is een christen dood of levend? Hij is het allebei. In dit leven moet je dingen nog overwinnen, ja, door je lichaam. Dat doe je door in de geest te wandelen. Straks als we bij de Here zijn, dan hebben we alleen nog maar de herinnering aan het kruis. Hè, dat hij dat voor ons gedaan heeft. Maar dan hoeven wij niet meer dingen voor dood te houden. Ja. Want dan heb je dat nieuwe lichaam. En dan zijn we in de eeuwige heerlijkheid. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke boodschap. Uw woorden, Vader, uit het woord. En dat we in Christus zijn, Vader. Dat we zijn verlost van die wet van de zonde en des doods. Dat wij nu zijn onder de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Wij hebben het leven van Christus Jezus in ons, Vader. En het is de geest die in ons werkt. En die ons ook in ons dagelijks leven daarbij wil helpen. Dat we het elke dag ook daarvoor houden, Vader. Dat wij dood zijn voor de zonde. Maar levend voor u in Christus Jezus, ons Heer. Dat u ons ook altijd ziet. Zo ziet. En dan begrijpen ook Romeinen 6, Vader, dat we dat ook letterlijk moeten nemen. Dat wij zijn gedoopt in uw dood,
de dood van de Heer Jezus Christus, waarin wij ook zijn mede opgewekt. Vader, wat een geweldig evangelie dat we zo in dit leven kunnen staan. En dat bevrijdt ons van zo'n enorme last. Dat we echt voor U eer en glorie kunnen leven en werken kunnen doen, Vader, die ook voor U welbehagelijk zijn, omdat ze in Christus Jezus gedaan zijn. En daar dank ik U voor, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, dan gaan we zo meteen verder met 1 Timotheus.